Een verjaardagsfeestje van de tattoo-koning van Nederland is natuurlijk net even anders. Een afgehuurd paradiso, echte henkie-pinkie-versieringen, een Mexicaans dansorkestje en veel, heel veel tattoo-liefhebbers. Wow. Holy shit. Tijdens het feestje werden herinneringen opgehaald. Ik praat nog in de tijd dat alleen hoeren, zeelui en criminelen getatoeëerd waren. En legde Henk nog één keer de magie van het tatoeëren uit. Ik vond dat zo'n fantastisch gebeuren. Dat je iets extra's deed, dat je buiten alle make-up en alle smoek die je hebt en kleding nog een extra dimensie kon toevoegen om te vertellen wie je was. Dan vraag ik mensen die vaak helemaal niet zo goed verbaal waren, die dan iets vertelden aan de hand van een paar symbolen. Vindt Henk Siemagert stom dat hij 65 is geworden? Nee man, natuurlijk niet. Nee. Hij geniet van iedere dag dat hij leeft. Oké, top. Zo staan wij in het leven, heel dankbaar voor dat. Heel goed. En het is ook nog een wonder dat hij leeft. Maar ja, goede zorg, hè?